Yo guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Brawl Stars, een potje Brawl Stars opnemen. Ja, zoals jullie weten, de laatste video had ik 6000. Nu heb ik 6000 trofeeën. Ja. Nu heb ik de... YouTube. Weg. Alles weg, sorry, maar zoals jullie weten, ik had hoeveel trofeeën? De laatste keer had ik 6.000 trofeeën, ja. En nu heb ik 12.141, zoals jullie zien. Toch wel best dicht, maar toch bijna het, denk ik, moet even dat je dat ook wil noemen, uitgespeeld. We gaan een paar solo-botjes spelen. We gaan beginnen met Leon. En ja, we zullen zien dat verloopt, hè, maar zijn jullie nog niet geabonneerd, abonneer dan even en like deze video, want nu gaan er veel meer browsers komen. Dus ja, en ik zit ook in de clan met RT Darkside en Martijn. Ik heb ze allebei als vriend gevraagd en ja. Ja, even deelnemen met een vriend. Matthias? Ja, ik ben even aan het opnemen. Matthias? Ja, wacht even. Waar is het? Deelnemen. Sorry mensen, maar... Ja, Matthias? Videochat is mislukt. Ja, laat hem maar. Oh. Sorry mensen, wordt slecht. Sorry, maar mijn kiezen is bijna plat. Zo, we gaan nu gewoon Bossers blijven spelen. Ik ga dat maar niet moeten doen. Mijn 5 tot 4 is niet erg. Maar is wel erg, maar gewoon terug opnieuw met Bossers. Ik moet terug opnieuw. Dus ja, waar was ik? Ik heb vriend gebracht en voor ik probeer bij Joran Bouwers, de brood andere borstenspeler onder jullie, weet wel hoe dat is. En ja, ik heb Martijn vriend en ik ga vragen om RT Darkside dat hij mij wil edden. Nou, maar even of hij daarmee een video mag maken. Want voor Leon te pushen naar rang 25, ik heb nu maar rang 22, maar het zou vet zijn als ik die rang 25 zou hebben. Dus ja, die Shelly kunnen we wel even pushen, maar ja, ik vertrouw het niet. Want als die een sterrenkracht heeft, ja, die kan zomaar sterrenkracht hebben van 1800 HP erbij. Wow. En oftewel met die special dat je niet meer te veel dagen trager loopt. Ik heb ze allebei. Waarom heb je dan mijn special gebruikt? Oh my god, dat was zo dom. Hey, wel, 5 overspike. Mijn ook echt punten en een crow. En nog een gold. Oké. Interessant. En nog een Sandy. Ik ga die wel killen hoor. Want je kunt daarvoor geband worden. Fuck. Oeh. Oh my god, hij heeft ook 5 rechtpunten. Ik heb recht. Even weg hier. Ja, even weg hier. Dus binnenkort zullen jullie wel een video zien te krijgen van dat ik met RT Darkside speel. Misschien toch. Allee, of met Joran Bouwers te zien is binnenkort. Maar dat zou nog wel lang duren. Of met Shadows. Of Martijn. Maar ik heb zoals hier Darkside.
Ed, wie moet het eigenlijk zijn? Ed. Sorry. En dan, want kijk, ik zal het laten zien. Deze clan zitten ze. Martijn. En RT Darkside YouTube. Dit is Supercell. Ik ken jullie ook. Dat is mijn beste vriend. Toch een van mijn beste vrienden. Hij heeft al mijn Shadows een video gemaakt. Hij is ook wel lekker aan het gaan. Want wij gaan richting de 100 abonnees. We hebben er nog maar. We hebben er nu 40. Maar we kunnen snel gaan. Het kan heel snel gaan. Dus ja. We gaan dit nog wel met die skills. Want ik word ook wel naar een 20 pushen. Maar ik weet niet waarom. Maar... Oeh. Nee, het gehoopt. Maar ja, die is wel moeilijk om die te pushen naar een... Ik hoop dat hij die toch weer binnenkort. Ik denk dat jij het die. Want als ik pro heb, ofwel ik ben het spaar dat ik die diamanten, dan kun je een skin van pro kopen. Dan kun je een skin van pro kopen. Ja, ik denk. Dan kun je een skin van pro kopen. Die. Misschien is het moment. Als ik al mijn karakters naar rang 20 push en 3 rang 25 of meer, dan kan ik wel bijna 10.000 zitten. Of gewoon 80 edelstenen, dan kan ik ook een skin van Crow kopen hoor. Maar ja, we gaan nu even met Bee spelen. Waar staat die? Hier staat Bee spelen. En ja, dus je weet maar nooit wat er kan gebeuren, man. Ik weet niet waarom ik dat niet opeens zeg. Heel random, maar... Ja. Want, ja, of misschien wel langer. Ik zal een video maken van 20 minuten, omdat... Het is al lang geleden dat jullie nog posters hebben gezien. En laat ook... elke like betekent... gewoon veel likes zien. Dan weet ik dat jullie posters leuk vinden. En dat jullie wel... Denk ik dat jullie willen zien dat ik met... Martijn of met RT Darkside YouTube of met die... Ook. En trouwens, shout-out naar... Shoutout naar hun. Ga hem zeker abonneren. Like elke video. Ze zijn echt twee grote bazen. En Joran Bouws natuurlijk ook. Is ook een grote baas. En Shadows. Dus doe dat even. Doe mij daarmee een plezier. En ja, wie weet. Als ze het kijken. Maar ik denk het niet. Maar ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Ja, ik denk dat ik helemaal beter weg kan, want als ik toch niet meer speciaal wil inzetten, dan zoals ik dood. God, 3000. Ik zal de clan nog eens laten zien dat ze inzetten. Deze clan is het. Hoeveelste van Nederland staan we met de clan? Klassementen. Het kan ook zijn dat. Spelen. We gaan proberen te winnen, want dat vinden jullie wel leuk. En ik heb ook nog iets van spinnenwiel, kunnen we daarmee doen. En nee, ik heb geen geld uitgeven, want ik mag geen geld uitgeven aan Brawl Stars. Alleen aan mijn oma. Hij heeft het er best in het licht aan dat hij mocht. En dan, ja. En dan heb ik Leon. En dat zei ze. Als je open doet, is hij gelood. Hoor je dat? Ik ben nu gelood.
Er zit een Colt, een Leon, nog een Colt. En een Leon, een Colt, nog een Colt. En een Karel, Colt. Dan. Super schattig. Hier zit de Colt in de. Even checken, hier zit nog een Colt. En zoals ze eigenlijk in. Ik vind het eigenlijk in ieder geval met wie te spelen. Maar... Daar zit die Karel. Dat is nog een Karel. En nog een Rico. Dit zouden we in principe wel kunnen uitzoeken. Of niet, dat zou we niet kunnen. Dat weet ik niet wel. Nog één krijgpunt. Rico heeft ook maar één krijgpunt. De Colt heeft er 7. Alleen je kan het wel makkelijk uitkomen. Wat een man. Oh my god. De zus die Rico zit daar nog in. Dat is niet meer dan dat. Nee, dat is niet. Lekker, lekker, lekker. We gaan nu... Ja, we zullen even twee, want de eerste drie, maar tenminste zoiets waarmee dat jullie meer dingen kunnen doen zoals andere mensen. Dat jullie die een kanaal kunnen geven en zo die dingen. Dan weet je echt wel vaak kijken. Zoals al net ik ook in elke video. Zoals zou dat en dat je ook een shout-out krijgen. Ik weet dat dat niet veel uitmaakt. Maar ook een logische YouTuber. Wat ik bedoel. Zo irritant, anders zou ik die bo kunnen killen. Dus die kan ik in principe zelf hier allebei wel kunnen killen. Oké, hij is dood. Ik ga niet te veel doen. Ik ben zo'n mast. Ik ben echt zo'n mast. Ja, mensen. Ik ben 15 minuten nu bezig. Dus ik ga nu mij een beetje concentreren voor om je nog wel een beetje voor op win neer te zetten. Ik ga misschien is beter als ik even ga vragen aan Matthias of als ik hem wat zijn mee wil doen. Dus tot gelijk.